Bekende en onbekende Limburgers kregen vandaag een lintje voor hun goede werk. In totaal is Limburg 245 lintjes rijker. En niet in alle gemeenten had de burgemeester de druk. In Stijn kreeg niemand een lintje. En ruzie binnen de partijtop van Forum voor Democratie. En dat is zeker niet handig voor de partij die voor het eerst wil meeregeren in Limburg. Goedenavond. Het kost soms wel jaren aan voorbereiding en de nodige geheimhouding. De lintjes. Vandaag, de dag voor Koningsdag, is traditioneel gezien de dag van de lintjesregen. Mensen die iets bijzonders hebben gedaan voor de samenleving worden in het zonnetje gezet. Ook bij ons in de provincie, ook in Limburg. In totaal werden er dit jaar bijna 245 lintjes uitgereikt. Maar hoe zit het nou met de lintjesdichtheid in Limburg? De meeste lintjes zijn te vinden in Venlo, 20. En dan volgt Sittard-Geleen met 18 en Roermond met 16. Maar er waren ook gemeenten waar heel weinig mensen gedecoreerd werden. Mook en Middelaar bijvoorbeeld en Bezel kwamen er karig vanaf met één lintje. En de minste lintjes zijn uitgereikt in Stijn. Daar heeft de burgemeester het dus rustig vandaag. Daar is geen enkel lintje uitgereikt. En net als in andere jaren, want dat vraag je je toch af, hoe zit het nou met de verdeling tussen mannen en vrouwen? Het merendeel van het gedecoreerde is man, 177, tegenover 68 vrouwen. De eerste in Limburg die vandaag een lintje kreeg is Mike Slusser uit Weusterade. Mike is meervoudig wereldkampioen boogschutter en zijn uitzonderlijke talent is niet te ontkennen. Helaas is Mike nu in Colombia voor schietwedstrijden, maar daar vond burgemeester Hoebe een oplossing voor. Om middernacht kreeg hij via Skype in Colombia te horen dat hij zich naast meervoudig wereldkampioen ook ridder in de orde van Oranje Nassau mag noemen. En leuk om te weten, Mike Slusser is de jongste Nederlander die vandaag een lintje krijgt. Bekende, maar ook onbekende mensen werden vandaag gedecoreerd. Zo ook Fong Chin Tsan uit Maastricht. In een bomvolle woonkamer werd hij benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau door burgemeester Annemarie Pen. Hij is nog geen maand burgemeester van Horst aan de Maas en hij mag nu al de lintjes uitreiken in zijn gemeente. Ryan Palme, de kersverse burgervader, valt letterlijk met zijn neus in de boter. Hoe anders was het in Stijn? Vorig jaar kregen daar nog 15 mensen een lintje, vandaag helemaal geen. Onhandig en slechte timing. Zo kijkt de Limburgse fractievoorzitter naar het geruzie binnen de top van Forum voor Democratie. Het conflict tussen partijleider Thierry Baudet en medeoprichter Henk Otte kwam gisteravond tot een climax. Otte legde uiteindelijk zijn bestuursfunctie neer nadat hij ervan werd beschuldigd een greep in de kast te hebben gedaan. Het geruzie binnen de top van Forum doet de provinciale afdeling geen goed, aldus de Limburgse fractievoorzitter Ruud Burlet. En op de redactie staat onze politiek redacteur Jean van Hoof. Jean, heeft dat geruzie landelijk, heeft dat nou effect of gevolgen voor de coalitieonderhandelingen hier bij ons? Jean, dank je wel voor nu. Sport dan. Voor het eerst in de geschiedenis staan de vrouwen van handbalvereniging Venlo in de bekerfinale. Zondag gaat het gebeuren. De historische wedstrijd tegen Quintus en de meiden zijn er klaar voor. Al speelden deze week de zenuwen wel mee tijdens de trainingen.